altijd een bak waarin ik alle producten die ik heb opgemaakt verzamel. En als je op een gegeven moment vol zit, dan maak ik er weer een video van. En het viel me op dat ik nu door het hele huis wel overal wat losse producten had slingeren die eigenlijk in die bak moesten. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon nu een video maken met de dingen die ik heb opgemaakt. En dan kan ik meteen een beetje over vertellen wat ik ervan vond. En dan zie je gewoon welke producten ik echt helemaal tot op de bodem heb gebruikt. Het eerste product wat ik heb opgemaakt en waar ik echt ontzettend lang mee heb gedaan, dat is deze. Dit is de micellaire reiniger van Bioderma. Dit is echt zo'n cult product. Ongeveer elke beauty liefhebber heeft deze wel een keer geprobeerd of wil nog proberen. Ik heb hem gekocht toen ik in Frankrijk was. 1,5 jaar geleden, dus dat is best wel een tijdje. En ik moet ook zeggen, ik gebruik hem niet elke dag. Ik gebruik hem op het moment dat ik bijvoorbeeld geen zin heb om mijn gezicht schoon te maken met face wash en alles. Dan gebruik ik een micellaire reiniger. Of ik gebruik hem voordat ik mijn gezicht ga reinigen met face wash, gebruik ik hem om mijn make-up ervan af te halen. Maar daar heb ik ook andere producten voor, dus ik wissel heel erg af. Aan de ene kant, ik vond het echt een fijn product en ik heb er nog 2 staan, dus ik ga hem sowieso nog wel blijven gebruiken. Maar ik vind wel dat hij echt heel erg gehyped is en ik weet nou niet of ik hem de hype helemaal waard vind. Er zijn nog heel veel andere merken micellaire reinigers en hij is fijn, maar ik durf niet te zeggen dat dit echt het sterproduct is onder de micellaire reinigers. Nog een reiniger die ik heb opgemaakt waar ik ook al gigantisch lang mee heb gedaan. Dat is de Ultra Facial Cleanser van Kiehl's. En dit is zo'n fijne face wash. En deze heb ik wel echt vrijwel elke dag gebruikt. Ongeveer 1 jaar lang. Of ja, ik weet niet eens meer hoe lang. Heel erg lang in elk geval. Maar je hebt er telkens maar zo'n mini beetje van nodig. Echt gewoon een speldenknopje. Meer niet. En dat is gewoon genoeg om je hele gezicht mee te reinigen. Sorry, er heet eventjes een heel veel lawaai makende motor voorbij. Als het goed is, is het nu weer stil. Maar ik zit hier aan de straatkant te filmen. Dus het is best wel gehoorig hier. Dus vandaar dat je soms wat straatgeluiden hoort. Maar je doet er dus heel erg lang mee. En dit is echt een hele fijne face wash. En ik heb hem weer opnieuw gekocht, maar ik heb nu maar een kleinere gekocht. Want dit is 150 ml. Ik heb nu een kleintje van 75 ml. Nou, daar ga ik alsnog super lang mee doen. En die heb ik in de douche staan en daar maak ik 's ochtends mijn gezicht mee schoon. Maar echt, hij is wat aan de dure kant. De grote is volgens mij iets van 18 euro geloof ik. Maar het is echt bizar hoe lang je ermee doet. Een douchegel die ik heb opgemaakt, dat is deze. De Sunrise Foaming Shower Gel Sensation van Rituals. En dit is zo'n douche schuim ding van Rituals. Iedereen kent ze waarschijnlijk wel. En deze geur is zo ontzettend lekker. Ja, het gebeurt niet vaak dat ik douchegels helemaal opmaak. Het is vaak zo dat dan gebruik ik hem eventjes. En dan ben ik de geur al snel zat. Waardoor die weer in een kastje gaat. Waardoor die gewoon lange tijd niet gebruikt wordt. Maar deze heb ik echt heel erg veel gebruikt. En hij ruikt een beetje. En dat heb ik volgens mij ook wel eens in een andere video verteld. Hij ruikt een beetje als echt zo'n... ik weet niet zo goed hoe ik het uit moet leggen. Maar een beetje een nieuw schoon begin. Dus het is echt een goede start van je dag. Het lijkt bijna alsof... Hij is een beetje zoetig. Maar het lijkt bijna alsof het heel hard heeft geregend en alles weer schoon is. Het is een hele gekke omschrijving. Maar ik vind het echt een hele lekkere douchegel. Dus op het moment dat ik weer een douchegel nodig heb of weer zin heb in deze, ga ik hem zeker weer opnieuw kopen. Ik ga natuurlijk heel erg hard door nagellak remover heen. Omdat ik voor mijn site en natuurlijk ook gewoon privé heel vaak mijn nagels lak. En een remover die ik heel vaak koop en nu weer heb opgemaakt. Dat is deze van Ethos van de Voordeel Selectie. Gewoon de goedkoopste nagellak remover. Hij is met aceton. Vind ik zelf ook echt het prettigste. Zeker omdat ik vaak met glitters en zo dingen doe. En bovendien haalt het je nagellak gewoon veel makkelijker weg. En ik merk echt niet dat mijn nagels er slechter van worden als ik remover met aceton gebruik. En deze is volgens mij iets van 1,05 euro of zo. Hij is best wel goedkoop. En ik koop hem 1 keer in de zoveel tijd weer opnieuw. Het is net als ik een nagellak remover nodig heb, is het maar net in welke winkel ik ben. En dan neem ik gewoon de goedkoopste mee. Ook maakte ik het Fresh Ease Crème Serum voor 's nachts op van John Frieda. En dit is dus een nachtserum wat je in de puntjes van je haar kunt doen voordat je gaat slapen. En dan 's nachts in kunt laten trekken. Het is een soort nachtmasker, maar dan net even iets anders. En ik vind hem heel erg fijn. Maar mijn haar kan er niet meer zo goed tegen. En ik heb dat in eerdere video's ook verteld. Mijn haar wordt opeens super snel vet. Ik moet echt heel erg uitkijken met de producten die ik gebruik. En ik had pas mijn haar weer geverfd. En toen ik dus een paar dagen later dit erin deed om het er een beetje te helpen herstellen,
toen was het de volgende dag, zelfs nadat ik het had gewassen, was het zo ontzettend vet. Nou, dat is echt niet hoe die normaal werkt. Normaal is het echt een heel fijn nachtserum. En ik heb er ook al meerdere van deze opgemaakt. En als je dan 's ochtends je haar wast, dan is het echt net alsof je er net conditioner in hebt gedaan. Het werkt gewoon heel erg fijn. Maar ja, nu voor mij helaas niet meer. Maar hij is nu op. En in Nederland is hij echt bizar duur. Hij is echt iets van 19 euro. Dat is echt idioot. Voor zo'n product, hoe fijn die ook is, dat is het echt niet waard. Maar in Engeland kost hij iets van 6 pond of zo. Bizar toch? Dat is echt iets van 7 of 8 euro. Wat een verschil. Dus als je een keer in Engeland bent en je wil iets verzorgends voor je haar, neem dan eens een keer deze mee. Ik krijg bij heel erg veel video's vragen over mijn wimpers van, oh, welke mascara gebruik je? Dat is eigenlijk vrijwel altijd hetzelfde antwoord. Namelijk deze van Max Factor, de Full Lash Effect Mascara. Dit is echt absoluut mijn meest favoriete mascara ooit. Echt, als Max Factor ooit besluit om deze uit het sortiment te halen, ga ik echt heel veel sterren schoppen. Maar ik denk niet dat ze dat doen. Hoop ik in elk geval. Ik hoop in elk geval niet, maar hij is zo ontzettend fijn. En dit is echt een mascara die ook gewoon doet wat hij belooft. Hij geeft gewoon serieus het effect van valse wimpers. Dan moet ik wel zeggen dat ik van mezelf redelijk lange wimpers heb, maar ze zijn heel erg licht van kleur. En deze mascara zorgt gewoon echt voor dat het nepwimpers worden. Echt idioot gewoon. Normaal is hij zwart en dit is toevallig een goudkleurige speciale editie. Maar echt, als je goede mascara zoekt, deze is echt fantastisch. En uiteraard heb ik er altijd backups van in huis, dus ik heb alweer een nieuwe in gebruik. Maar echt, deze, ik vind hem geweldig. Als laatste nog deze. Dit is de I&M Outdoor Topcoat. Dit is een sneldrogende topcoat die ervoor zorgt dat je nagellak veel sneller droogt en dat het beter blijft zitten en alles. Er zijn een aantal van die topcoats op de markt die heel erg gehyped zijn. Bijvoorbeeld Sash Feet is super populair. En eigenlijk is dit de concurrent van Sash Feet. Ik was natuurlijk heel erg benieuwd en ik had er heel veel over gehoord. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga hem een keer proberen. Dus ik bestelde hem op eBay. En ik ben er niet weg van. Sowieso ook van Sash Feet. Ja, hij is fijn, maar niet wauw of zo. En dat had ik dus met deze ook. Hij is redelijk snel drogend. Maar ik vind eigenlijk dat Essie Good To Go of Sally Hansen Insta Dry, dat die veel sneller werken. Dus ja, ik denk niet dat ik deze opnieuw ga kopen, omdat ik heel veel andere, betere, snel drogende topcoats heb. Dat waren de producten die ik heb opgemaakt. Hopelijk vonden jullie het leuk om te zien. En hebben jullie hierdoor ook nog een beetje een idee, of in ieder geval een soort mini review van de producten gekregen. Een aantal dingen zou ik opnieuw kopen. Van een groot deel van de favorieten heb ik sowieso weer een backup in huis. Want daar wil ik gewoon niet zonder zitten. En die ga ik gewoon weer vrolijk verder opmaken. Ik heb best wel veel producten nu ook die echt op het randje zijn van bijna op. Echt, die kan ik nog 2 of 3 keer gebruiken en dan is het klaar. En ik dacht eerst van, oh, ik wacht wel even met de video totdat die ook op zijn. Maar ik had eigenlijk wel gewoon zin om even dit filmpje op te nemen. Dus vandaar dat ik dat nu gewoon heb gedaan. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren en de video te liken als je hem leuk vond. En jullie zien me de volgende keer weer. Doei!